want die zijn pas van daar en in die zin kunnen we dat doen. Van jongeren, van mensen, van dieren, van extra's, al dit al een beetje. Ja, die jongeren zitten hun. We zien dat de inkomensongelijkheid niet daalt, integendeel, ze stijgt nog. Bijvoorbeeld is het leefloon en ook andere verhangingsinkomens zijn niet welvaarts vastgemaakt. Wat we ook zien, is dat het leefloon de Europese armoedegrens niet volgt. Het ligt dus onder de Europese armoedegrens. En in een rijk land als België zou dat toch het minimum moeten zijn dat het leefloon gelijk is, of zijn minst gelijk is, aan de Europese armoedegrens. Dan biedt arbeid een zekere bescherming tegen armoede. En het verhoogt ook de maatschappelijke integratie. Jammer genoeg is er niet voor iedereen een kwaliteitsvolle, aangepaste en stabiele job beschikbaar. Meer investeren in sociale economie en in het meer sociaal maken van de reguliere economie is dringend noodzakelijk. De huidige activeringspolitiek van werklozen heeft een omgekeerd effect, zeker als er geen goed en aangepast alternatief kan worden geboden. Ook voor mensen zonder papieren is er al helemaal geen aanbod. Waardig werk voor iedereen is de boodschap. Er bestaat een onmenselijk streng controlesysteem op werklozen. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling dient als verklikker en verantwoordelijke voor 1/3 van de uitkeringssancties. Dit met menselijke drama's als gevolg. Uw eigen dienst is blind op de vacatures die ze op haar VDAB-website aanbiedt. Want deze wordt geteisterd door onjuiste, verlopen of nep-vacatures. Hoe zit het dan met een controle- of sanctioneelsysteem voor bedrijven die deze jobs aanbieden? Mogen we een menselijke en eerlijke benadering van de VDAB verwachten? Of veranderen we de naam naar VDWC, Vlaamse Dienst voor Werklozencontrole? Ich bin Mustafa. Wir sind Menschen zonder papieren. Müssen probieren te overleven. Wir können nicht zurück nach uns Land. Viele von uns kriegen in Opleiding, um Nederlands te lernen, of wollten in Opleiding via de Vidiabe. Ich selbst wollte in Opleiding Nederlands, Englisch, Computer, Wiskunde, Koken und Kapper. Für andere bezahlte diese Opleiding. Wir sind geschulte Arbeiter. Wir stehen klar für Arbeitsmärkte und doch kies verlanderen er vor in neuen Menschen zu suchen. Ich begrieb dit nicht. Er sein hohe Menschen zonder Papieren mit Talent. Warum beginnt Juli nicht mit dem Menschenwerk zu geben, die hier sein? Ik ben Prasad. Ik ben politieke vluchteling. Ik kom uit Nepal. Ik ben in België al 4 jaar. Ik heb in de hongerstaking gedaan in Elsen van 87 dagen. Omdat er in België niets gebeurde voor mensen zonder papieren. Ik kreeg uiteindelijk een oranje kaart. Ik had een job. Ik vroeg in arbeidskaart B aan, maar kreeg pas na 3 maanden een negatieve beslissing, waardoor ik alle kansen verloor. Dit terwijl ex-hongerstakers in Wallonië en Brussel direct hun arbeidskaart B kregen. Waarom is de toegang tot de arbeidsmarkt in Vlaanderen moeilijker dan in Wallonië en Brussel? Waarom is mensen daar veel socialer als iemand werk heeft? Waarom wordt het hem zo moeilijker gemaakt? Mensen die werken hebben een jobkorting gekregen.
Maar mensen met een vervangingsinkomen hebben het niet gekregen. Nochtans zijn deze vervangingsinkomens te laag om een menswaardig leven te leiden. Deze inkomens zijn voor iedereen veel te laag. Men kan geen nuttige dingen meer doen, zelfs niet de noodzakelijkste. Welke inspanning kan de Vlaamse overheid hieromtrent nemen?